Bedankt voor deze uitnodiging. Een bijzonder genoegen voor mij om twee redenen. Eén, ik vind dit echt een prachtig initiatief, die lessen voor de 21ste eeuw. Om verschillende redenen, maar onder andere twee die door beide Bart werden vermeld. Eén, opleiding, universitaire opleiding in de 21ste eeuw moet multidisciplinair zijn. En twee, onze universiteiten hebben een rol niet alleen voor onze studenten, maar ook voor de gemeenschap waarin onze universiteiten geplaatst zijn, waarin ze leven. Het is ook een bijzonder genoegen, omdat ik denk dat mijn onderwerp bijzonder goed past in een reeks lessen voor de 21ste eeuw. Mijn ondertitel had kunnen zijn een utopie voor België in de 21ste eeuw. Trouwens, mijn derde hoofdstuk, waarmee ik vandaag zal eindigen, heeft als titel een Belgische demos. Demos, een volk in de zin van het volk van een democratie. Een Belgische demos voor de 21ste eeuw. Maar vooraleer ik tot dat derde hoofdstuk kom, moet ik een eerste vraag stellen en ik zal die vraag beantwoorden met jullie hulp. Die eerste vraag, dat is de vraag van hoofdstuk 1, titel Zal België barsten? En ik zal u niet vragen om die vraag onmiddellijk te beantwoorden, maar ik ga nu opeenvolgend 6 scenario's heel kort beschrijven, 6 splitsingsscenario's voor België. En ik zal jullie nadien vragen, ik zal jullie uitleggen hoe jullie daarop zullen moeten antwoorden, ik zal jullie vragen het welke van die 6 scenario's jullie het meest waarschijnlijke vinden of het minst onwaarschijnlijke. Oké, dus goed oppassen, want ik zal jullie die vraag stellen. Eerste 2 scenario's zijn 2 scenario's van splitsing in 2 stukken. Scenario 1, Groot-Vlaanderen, betekent Vlaanderen vertrekt, verlaat België met Brussel en Wallonië blijft alleen. Scenario nummer 2, Nation francophone, Wallonië vertrekt met Brussel en Vlaanderen blijft alleen. Eerste scenario lijkt van ver het meest geloofwaardige als men alleen maar naar de kaart kijkt. Brussel is een enclave binnen Vlaanderen, maar als men naar de taalsituatie in Brussel kijkt, dat ziet u in die grafiek van onder rechts, dan is het duidelijk dat, of is het veel meer plausibel, dat Brussel met Wallonië zal vertrekken. Wat u daar ziet in het blauw, is de proportie Brusselaars, het zijn gegevens van de taalbarometer van de VUB, de meest recente die we hebben van 2012. In blauw ziet u het percentage Brusselaars die die verschillende talen als moedertaal hebben. Dat is als thuistaal wanneer ze jong waren. Dat kan zijn, het gebeurt eigenlijk vaak, dat die taal, dat niet alleen Frans is, maar Frans in combinatie met Arabisch of met Nederlands of met Turks. En dan ziet u helemaal links dat Frans de eerste taal is qua moedertaal, dus we zitten daar kort bij de ongeveer 60%, iets meer dan ongeveer 2/3 van de bevolking. Tweede taal als moedertaal, als thuistaal in deze zin, is het Arabisch en Nederlands is de derde taal. Maar in het geval van het Frans bijvoorbeeld, is dat maar in 1/3 van het totaal Frans, uitsluitend Frans. In een 1/3 van het totaal is dat Frans in combinatie met het Nederlands of met het Arabisch, met het Turks enzovoort. Dat is wat moedertaal of wat thuistaal betreft. Thuistaal
in zijn kinderjaren. Nu, wat taalvaardigheid betreft, wie spreekt er goed of zeer goed die verschillende talen? Daar ziet men dat Frans weer nummer 1 is, met ongeveer 88% van de bevolking. Dan wordt de tweede taal Engels, tweede kolom van rechts. Heel weinig Engelstaligen als moedertaal in Brussel, maar Engels is de tweede taal wat taalvaardigheid betreft. Nummer 3 is Nederlands, nummer 4 is Arabisch. Oké? Okay? Dus als men naar de taalsituatie kijkt, dan van die twee scenario's is het tweede scenario waarschijnlijk het meest plausibel. Dat zijn scenario's 1 en 2. Dan hebben we scenario's 3 en 4. Nog altijd twee stukken, maar één van de twee stukken wordt door een ander land opgeslopt. Scenario nummer 3, ratachisme. Dus we hebben daar Groot-Vlaanderen, dus Brussel vertrekt met Vlaanderen en Wallonië wordt aan Frankrijk aangehecht. Het wordt een nieuwe regio binnen Frankrijk. Scenario nummer 4, Groot-Nederland. Hier Nation Francophone, dus Brussel vertrekt met Wallonië en Vlaanderen wordt door Nederland aangehecht. Misschien om daar een perspectief aan te geven, daar hebt u het bruto binnenlands product per hoofd. Dus Vlaanderen wordt dan aangehecht door een land, Nederland, waar het bruto binnenlands product een beetje hoger ligt dan in Vlaanderen. Wallonië zou opgeslopt worden, zou aangehecht worden door een ander land, veel groter land, waar het bruto binnenlands product heel wat hoger ligt dan in Wallonië. Dus scenario nummer 3, ratachisme. Scenario nummer 4, Groot-Nederland. En dan eindelijk drie stukken. Met twee varianten. Scenario nummer 5, condominium. Vlaanderen en Wallonië worden onafhankelijke landen. En Brussel wordt gemeenschappelijk beheerd door Vlaanderen en Wallonië. Oké. En eindelijk, Brussels European Capital, Vlaanderen en Wallonië zijn weer helemaal onafhankelijk. En Brussel wordt ook onafhankelijk met wel een speciaal statuut wegens zijn rol als hoofdstad van de Europese Unie. Oké. Goed. We hebben dus die 6 scenario's. En mijn vraag aan jullie is, welke van die 6 scenario's, als u er maar 1 mag noemen, is volgens u het meest waarschijnlijke of het minst onwaarschijnlijke? Oké. Ik zal u die vraag stellen op de volgende wijze. Voor elk van die scenario's ga ik aan jullie vragen, wie tussen hier in het publiek vindt dat scenario nummer 1 het meest waarschijnlijke of het minst onwaarschijnlijke is. En ik zal dan tot 3 tellen en degenen die dat denken, zullen wij zeggen. U zegt wij, tenzij u gelooft dat u de enige bent in de zaal die zo denkt, dan mag u ook ik zeggen. U hebt de keuze. Oké. We zullen dat voor elk van die scenario's doen. Dus we beginnen met Groot-Vlaanderen. Dus denk nog even na, 15 seconden. Voor de studenten die een examen moeten afleggen, jullie antwoord op die vraag telt niet mee voor het examen. Dus ook als jullie antwoord niet juist is, heeft dat geen belang. Oké. Zijn we klaar? Dus één van die scenario's, het welke, en u moet er 1 vermelden, dat is verplicht. Oké. Nog 5 seconden nadenken zo. Oké. Dus, wie tussen
degene tussen jullie die vinden dat scenario nummer 1 het meest waarschijnlijke is, of het minst onwaarschijnlijke, ik zal dat niet telkens herhalen, die gaan nu wij of ik zeggen. 1, 2, 3. Oké. Niet veel kansen. Nou, we zullen zien. Nation francophone. Opgepast. 1, 2, 3. Oké. Rattachisme. 1, 2, 3. Er zijn twee vleugels in deze zaal. Goed. Groot-Nederland. Niet enthousiast. Groot-Nederland. 1, 2, 3. Goed. Condominium. 1, 2, 3. En Brussels European Capital. 1, 2, 3. Goed. Dan de reden waarom ik jullie deze vraag stel is om mijn lezing kort te kunnen houden. Zo, nu weet ik dat het niet zinvol is om verder één of twee te bespreken. Niemand gelooft daarin. Goed. Dan voor drie en vier is dat een beetje minder duidelijk. In juli moest ik ook een lezing geven. Ze hadden me gevraagd over dit onderwerp een lezing te geven op de plechtige viering of de graduation ceremony op Universiteit Antwerpen. En daarvoor de vraag, Groot-Nederland, dan vroeg ik ook aan de zaal wat er gebeurde. En het was, de zaal was helemaal stil, behalve in een hoek waar er heel luid geschreeuwd werd, wij. En dan vroeg ik aan rector Herman van Goetem, die naast mij was, wat is dat voor iets? Ik zei, ja, dat zijn onze Nederlandse studenten en hun ouders. Dus, maar er zijn duidelijk minder Nederlandse studenten in Leuven dan in Antwerpen. Dus zal ik ook niks verder zeggen over Groot-Nederland. Ik denk dat. En maar ik moet dan toch iets zeggen over condominium en Brussels European Capital. Daar, voor sommigen van jullie, is dat het meest waarschijnlijke of het minst onwaarschijnlijke. Wel, wat is het probleem met condominium? Eigenlijk werd dat, vond ik redelijk goed geformuleerd door Bart de Wever in een citaat dat in het boek staat. Maar hij zei, ja, mooie metafoor, hij zei, ja, in het bruistablet dat België heet, ligt er een harde kern, een aardstuk, dat Brussel heet en dat niet zo vanzelf zal, zich niet vanzelf zal oplossen. En een beetje verder in datzelfde interview zegt hij ook, ja, we zullen een oplossing moeten vinden, ook voor Brussel. En dat zal wel een oplossing moeten zijn die de Brusselaars zien zitten. Gaan de Brusselaars ooit zoiets zien zitten? Voor de Brusselaars kan het al redelijk erg zijn om een kolonie te worden van één klein landje naast Brussel, maar de gemeenschappelijke kolonie worden van twee kleine landjes die voortdurend met elkaar ruzie zullen maken over wat er met Brussel zal gebeuren. Dit is niet echt iets waarvan men kan verwachten dat de Brusselaars dat ooit zullen zien zitten. Ik zeg daar meer over in het boek, maar de kern van mijn antwoord over deze mogelijkheid is wat ik daar juist heb geformuleerd en wat eigenlijk ook op verschillende wijze door die mensen beseft wordt die wel wat sympathie hebben voor dit scenario. Dan hebben we scenario nummer 6. En ik heb ook laatst die vraag gesteld in Namen, waar ook scenario 5 en vooral 6 de voorkeur hadden, of niet de voorkeur, maar als het meest waarschijnlijke beschouwd werden. Wat is het probleem met nummer 6 weer? Op heel beknopte wijze. Er zijn daar twee grote problemen mee. Het eerste probleem is, wat het onwaarschijnlijk maakt, is, kan men geloven dat Vlaanderen en Wallonië het ooit in hun belang zullen vinden,
even weinig te zeggen te hebben in Brussel als de Zweden of de Cyprioten of de Portugezen. En veel minder te zeggen over Brussel dan de Fransen en de Duitsers. Want dat is wat het zou betekenen. Brussels, European capital. Dat is geen probleem. Zal ze ooit dat soort controle dat ze nu hebben, enfin, invloed over wat er in Brussel gebeurt, willen opgeven om te zeggen, ja, dat mag een European capital worden en onafhankelijk van ons. Eén. En het tweede probleem is dat het een nachtmerrie zal zijn om Brussel als zelfstandige entiteit te organiseren. En vooral sociale zekerheid, de welvaartsstaat in Brussel. Hoe kan je dat organiseren? Het probleem is niet dat er te weinig Brusselaars zijn. Maar 1.200.000, dat is heel wat meer dan Luxemburg of Malta. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat Brussel maar de centrale kern is van een veel grotere agglomeratie. En elk jaar verhuizen 13% van de Brusselaars. 13% van de Brusselaars komen ofwel in Brussel wonen, vestigen zich in Brussel, ofwel verlaten die Brussel. Dus je hebt die voortdurende mobiliteit, omdat het zo'n klein, het is niet dat het territorium zo klein is, maar dat het maar de centrale kern is van een veel grotere agglomeratie. Dus daardoor heb je al die bewegingen tussen Brussel en zijn omgeving. Externaliteiten, zoals economen dat zeggen, positief, negatief. Hoe kan je daar een pensioensysteem hebben? Hoe kan je daar een sociale zekerheid, andere aspecten van sociale zekerheid, hoe kan je dat daar organiseren? Je zou kunnen zeggen, ja, maar Europa kan dat dan subsidiëren. Waarom zou Europa dat willen doen? De Europese Unie heeft al genoeg problemen om te doen wat het nu zou moeten doen. Dat zal ook nooit gebeuren. Dus over die eerste vraag, zal België ooit barsten? Vind ik dat we heel nuchter moeten zijn. Bart zei straks dat ik een unitaire Belg en zo. Ik ben absoluut geen fetischist van België. België is absoluut geen doel aan zichzelf. Yves Le Terme heeft dat eens gezegd en dat vond schandalig gevonden. La Belgique n'est pas une fin en soi. Natuurlijk, la Belgique n'est pas une fin en soi. België, zoals het Vlaams gewest, het Waals gewest, de Europese Unie, dat zijn allemaal maar werktuigen om beter, om het leven van de mensen beter te doen functioneren. Dus dat is, we moeten daar niet met op een passionele wijze over praten. We moeten nuchter gaan kijken wat de verschillende mogelijkheden zijn. En dus mijn eerste hoofdstuk, gelukkig, want anders waren er geen andere hoofdstukken, kwam tot het antwoord, nee, België zal niet barsten. En wanneer ik terug zal komen voor de lessen voor de 22e eeuw, kunnen we er terug over praten, maar tegen het einde van deze eeuw geloof ik dat België niet zal barsten. Misschien in de 38e eeuw of zo, maar daar heb ik niet over geschreven. Goed, dat is mijn eerste vraag. Dus België zal niet passen. Is er dan geen probleem? Jawel, er is een probleem. Een enorm probleem. Een enorm probleem. Dat absoluut niet onderschat mag worden. De huidige versie, of de meest populaire huidige versie, formulering van dat probleem is: in België zijn er twee democratieën en daarom kan het niet meer lang duren. Dat is één formulering, maar dat is eigenlijk een moderne formulering van iets dat al heel lang geleden gezegd werd door een van mijn grote intellectuele helden, John Stuart Mill. In een van de eerste grote tractaten over de democratie, Considerations on Representative Government. Wat zegt hij daar? Wel, hij begint hoofdstuk 16, bekende hoofdstuk 16 over nationalisme eigenlijk, een van de eerste grote auteurs over het nationalisme. Hij begint daar door onder andere over de Wallen en de Vlamingen te spreken. Hij zegt, ja, nationaliteit, dat begint
van groot belang te zijn. En wat is nationaliteit? Dat is verbonden met godsdienst, taal, ras enzovoort. Maar er zijn wel een aantal, blijkbaar een aantal uitzonderingen, zoals de Wallen en de Vlamingen in België. De Vlamingen hebben meer een wijgevoel met de Walen dan met de Nederlanders en de Walen ook meer met de Vlamingen dan met de Fransen. Maar dan een beetje verder komt deze bekende bewering waar hij zegt: in de schoot van een volk zonder wijgevoel, without fellow feeling, is een uitdrukking in het bijzonder. Als het verschillende talen leest en spreekt, kan de verenigde publieke opinie, die noodzakelijk is voor het functioneren van een representatieve democratie, niet bestaan. En een beetje verder zegt hij, daarom kan men voorspellen dat de nationale grenzen zullen overeenstemmen met de politieke grenzen. Nationale stemmen, grenzen, vooral wanneer die taalgrenzen zijn. En wanneer je ziet wat er dan met Oostenrijk, het Oostenrijkse-Hongaarse Rijk is gebeurd, wat met de Sovjet-Unie is gebeurd, niet zo lang geleden, wat met Joegoslavië is gebeurd, wel, beseft men dat Mill daar iets heel belangrijk had beseft. En de thesis van de twee democratieën vandaag voor België is eigenlijk een toepassing aan België, aan huidig België, van die analyse van John Stuart Mill. En wat hij zei, dat is eigenlijk meertalige entiteiten. Die kunnen zeer lang overleven, blijven functioneren, als ze maar despotisch blijven. Dan gaat het goed, dan heb je een paar polyglotten nodig, bovenop. Maar dat kan heel lang duren. Maar zodra je democratie hebt, free institution, zegt hij, dan laat je het volk spreken. En als dat volk verschillende talen spreekt, in verschillende talen discussieert, dan krijg je een probleem. En dat is het probleem waar we nu in België mee zitten. En de vraag is, ja, kan dat probleem, we zitten samen, en dat was mijn hoofdstuk 1, zitten aan elkaar geplakt. En hoe kunnen we het doen om beter te doen functioneren? Wel, we zullen nooit in België eenzelfde volk vormen in een sterke zin van een etnos, een natie, in een sterke zin van een echt gemeenschappelijke cultuur, wat inderdaad een gemeenschappelijke taal veronderstelt. Niet omdat taal als zulke een onderdeel van de cultuur is, niet vooral om die reden, maar vooral omdat de taal ook bepaalt welke informatie, welke argumenten we horen aan wie we ons richten wanneer we spreken. Goed, dat is de uitdaging. Wat kan er aan gedaan worden? Wel, ik suggereer in mijn boek, en dat is ook wat de titel Belgium verklaart, ik suggereer in mijn boek dat we misschien rekening moeten houden met iets dat helemaal niet voorspelbaar was, denkbaar was wanneer België ontstaan is, en zelfs niet denkbaar was wanneer België een federale staat is gebeurd. Want wat heeft men in het verleden proberen te doen om dat probleem op te lossen? En dat was inderdaad zo in de tijd van John Stuart Mill. John Stuart Mill zei, België is een uitzondering, maar dat was 1861, dat was een periode waar alleen de elite mocht stemmen, kon deelnemen aan het publieke, aan het politiek leven, en ook een periode waarin die elite in Vlaanderen, zoals in Wallonië en in Brussel, Frans sprak, in Frans opgeleid was en ook in Frans functioneerde voor het hoger onderwijs, het administratief leven enzovoort.
En er werd inderdaad een poging gemaakt om van België een eentalig land te maken, zoals Frankrijk. De beroemde passage in de allereerste officiële beslissing na de onafhankelijkheid. Les langues flamandes et allemandes varient de province en province, de sorte qu'il serait impossible de publier un texte officiel des lois et arrêtés en langue flamande et allemande. En het gaat voort, il y a, in België zijn er verschillende dialecten, maar er is maar één taal en dat is het Frans. En dus is België 70 lang uitsluitend op officieel niveau, nationaal officieel niveau, uitsluitend in Frans blijven functioneren. Ik geef hier een voorbeeld. Hier is een postzegel uit mijn persoonlijke verzameling, waar u mooi ziet dat er plaats is om daar aan de rechterkant België te schrijven. En dan denkt u, ja, dan aan de andere kant verwacht u dat men misschien België zou schrijven. En dan kijkt u naar de andere kant en daar wordt er ook België gezegd. Dus het is wel... Als ze in Frans zeggen, retournez le fer dans la plaie. Dus zelfs wanneer er plaats is om het in twee talen te zeggen, zegt men het toch maar in één taal. Als u van tijd tot tijd is tot het Jubelpark wandelt in Brussel, kan het ook, u ook interesseren is te gaan kijken wat er onder die acht dames geschreven wordt. Dat zijn eigenlijk de verbeeldingen van de negen provincies. Onze provincie, Leuven-Brussel, zit daar helemaal boven. Daar kunt u niet lezen wat eronder geschreven is. Dat is Brabant. Daar hebben we een heel verschillende paarden enzovoort. Fantastisch. Maar voor de acht andere provincies is er maar een dame. En die hebben allemaal hun naam onder het standbeeld. En daar kunt u mooi lezen, Flandre Occidentale, Flandre Orientale, Anvers enzovoort, uitsluitend in het Frans. Nu nog, en dat was de manier waarop België lang eigenlijk, decennia lang, het probleem van Mil heeft proberen op te lossen. Dat is door van België, zoals Frankrijk. In Frankrijk ook was er maar de helft van de bevolking die Frans kon spreken op het moment van de revolutie. Dus er was hoop om van Brussel een eentalig Franstalig land te maken. Dat is niet gelukt, dankzij, wegens de Vlaamse beweging. En voor mij absoluut die faling, het feit dat het niet gelukt is, is totaal legitiem. Dat is omwille van gelijkheid, van respect voor die verschillende talen, was het heel belangrijk dat er ook die erkenning van het Nederlands zou komen, eerst van wat men toen nog het Vlaams noemde, zou komen. En dat heeft inderdaad als gevolg gehad dat stilaan, bit by bit, dat we stilaan tot de huidige situatie van de twee democratieën zijn gekomen, met aparte media's, aparte publieke opinies. Dus wat kunnen we daar vandaag aan doen? Gegeven dat we niet meer gaan pogen te doen wat in de 19e eeuw geprobeerd werd, en dat we ook niet het omgekeerde gaan doen door nu de taal van de meerderheid van dit land, het Nederlands, aan het hele land op te leggen. Oké? Okay? Nu komt er een andere vraag voor jullie. En ik ga jullie vragen, die vraag, in drie aparte groepen te beantwoorden. Ik zal eerst de vraag stellen aan de mensen tussen u die meer dan 60 zijn. Nadien aan de mensen die tussen 30 en 60 zijn. En dan aan de jongeren. Minder dan 30. Oké. Okay. Nu, wat is die vraag? Hier is die. Wie, eerste vraag zal zijn, wie kent Frans beter dan Engels? Dan antwoordt u nous. Of weer, als u de enige bent, etcetera, kunt u zeggen moi. Hein? Dus, ja. En dan, tweede vraag zal zijn, wie kent Engels beter dan Frans? Dan zeggen jullie oui. Hein? Oui betekent wij, hè? Niet ja. Oké. Okay. Dat is duidelijk, dus daar een beetje Frans, een beetje Engels, maar jullie verstaan dat allemaal. Hè? Goed, klaar? Dus eerst
Degene tussen jullie die meer dan 60 zijn. Klaar, dus de eerste vraag zal zijn, wie kent Frans beter dan Engels? En moet een beetje nadenken, als het bijna hetzelfde is, kies toch een van de twee. Goed, meer dan 60. Wie kent Frans beter dan Engels? 1, 2, 3. Meer dan 60. Wie kent Engels beter dan Frans? 1, 2, 3. Oké. Okay. Nu, tussen 30 en 60. Tussen 30 en 60. Wie kent Frans beter dan Engels? 1, 2, 3. Tussen 30 en 60. Wie kent Engels beter dan Frans? 1, 2, ik herhaal, wie kent Engels beter dan Frans? 1, 2, 3. Oké, okay, nu minder dan 30. Wie kent Frans beter dan Engels? 1, 2, 3. Minder dan 30. Wie kent Engels beter dan Frans? 1, 2, 3. Bon. Goed. Dit is een plaatselijke manifestatie van iets dat wel veel breder is. Dit is gebaseerd hier op Eurobarometer Special Languages 2012. Dit geeft voor verschillende leeftijdsgroepen de proportie Europeanen, Europa 27, dat betekent wel met het Verenigd Koninkrijk, maar zonder Kroatië toen. Dus proportie van de Europeanen, die in die verschillende talen, in verschillende talen kunnen communiceren. Bon. Er zijn een aantal dingen daar beneden, bijvoorbeeld dat Nederlands het Russisch aan het inhalen is. Dus niet omdat er meer mensen Nederlands kunnen spreken, maar omdat er steeds minder mensen Russisch kunnen spreken, van de oudere generatie tot de jongere generatie. Dus helemaal links hebt u de meer dan 65, daarna 45 tot 64, daarna 25 tot 44 en dan de jongeren 15 tot 24. Er zijn ook andere dingen, bijvoorbeeld dat het Pools stilaan het Italiaans aan het inhalen is, omwille van de val van de Italiaanse bevolking. Ook dat het Frans het Duits aan het inhalen is, maar natuurlijk is van verre het meest spectaculaire fenomeen op taalgebied in Europa, van generatie tot generatie, dat is de enorme toename van de kennis van het Engels. Van de oudere generatie tot de jongere generatie. Voor de oudere generatie zijn er praktisch evenveel mensen die Duits kunnen spreken als Engels. Vooral natuurlijk omdat Duits voor die oudere generatie van verre de meest verspreide taal is als moedertaal, maar voor de jongere generatie is de kloof enorm geworden. Heeft dat een weerspiegeling in België? Ja, maar niet zo evident. Links hebt u Vlaanderen, rechts hebt u Wallonië, dus dezelfde conventies, dus van meer dan 65 links tot tussen 15 en 24. Dus in beide gevallen zit u helemaal boven de officiële taal van het gewest. Nederlands bijna 100% voor alle generaties en Frans ook bijna 100% voor alle generaties. In Vlaanderen ziet u dat voor de oudere generatie, en dat hebben we straks ook gehoord, dat Frans veel, en dat is wel, en dat is van 6 jaar geleden, meer dan 65 jaar oud, was het Frans veel breder gekend dan het Engels. Maar voor de jongere generatie heeft Engels het Frans ingehaald en die kloof wordt steeds groter. Aan de Waalse kant in Wallonië ziet het er wel wat anders uit. Wat wel in de twee gevallen hetzelfde is, is dat voor de jongere generatie Engels veel beter gekend is dan de tweede landstaal. Maar wat wel raar lijkt,
dat is een vouwen van de kennis van het Engels, ook trouwens van het Nederlands, in de jongere generatie. Hoe komt dat? En waarom dit verschil? De reden daarvoor is heel eenvoudig, wanneer jullie erover nadenken. Dat is dat de films op televisie in Vlaanderen ondertiteld worden, terwijl die in Wallonië gedubt worden. En dat betekent dat de jonge Vlamingen eigenlijk al heel goed in het Engels kunnen communiceren wanneer ze 15 jaar oud zijn, terwijl de jonge Walen nog heel moeizaam, met veel inspanning, hun Engels moeten proberen te leren, zodat ze uiteindelijk dan, wanneer ze jong volwassenen zijn, wanneer dan een deel van hen in het Engels kan communiceren. Ook voor het aanleren van het Nederlands duurt het in Wallonië veel moeizamer, omdat er ook veel minder gelegenheden zijn om het passief of actief te oefenen, vergeleken met hoe vaak en relatief, vergeleken met Wallonië, hoe gemakkelijk en hoe vaak men in het Frans passief of actief kan communiceren in Vlaanderen, maar met steeds meer moeite vergeleken met het Engels. Dus dat is de huidige situatie, maar dynamisch gezien, dus ik hoop dat we binnenkort nog een nieuwe taalbarometer, we zullen zeker een taalbarometer hebben voor Brussel binnenkort, de VUB is er weer mee bezig, maar aan de Europese kant was het minder zeker dat we nog cijfers zouden kunnen hebben. En dat zijn de enige, dat zijn de beste cijfers die we bezitten, want zoals een aantal van jullie weten, waarschijnlijk niet de jongeren, werd eigenlijk de taaldimensie van het nationale census, census bestaat ook niet meer trouwens, maar die taaldimensie werd afgeschaft en dus de laatste absoluut vertrouwbare cijfers die we bezitten zijn van 1946. Goed, dan, dus dit is wat er in Vlaanderen en Wallonië gebeurt. Nu, wat geeft dat op Belgisch niveau? Het volgende, weer dezelfde formulering, dus van de oudste tot de jongste generatie. Men ziet dat het Engels, en wat proportie van Belgen die in de verschillende talen kunnen communiceren, men ziet dat het Engels nu voor de jongere generatie het Nederlands heeft ingehaald. Maar omdat het leren van het Engels nog niet helemaal af is, en nog heel wat zal stijgen in meer dan het Nederlands in Wallonië, kan men met zekerheid zeggen dat wanneer die jongere generatie iets wat ouder zal worden, dat voor hen het Engels gekend zal zijn dan het Nederlands. De eerste taal in België wat kennis betreft, niet als moedertaal, is het Frans, omdat er veel meer Vlamingen zijn die Frans kennen dan omgekeerd. Maar daar ook ziet men dat die proportie die in het Frans kan communiceren aan dalen is. En dus zal het niet meer zo lang duren voordat Engels de eerste taal van België wordt voor de jongeren. Dat betekent dat er meer Belgen in staat zullen zijn in het Engels te communiceren dan in het Frans of in het Nederlands. Oké? Nu de vraag is, wat kunnen we daarmee doen? En voordat we daarover beginnen te praten, kunnen we verwachten dat dat zal blijven duren, dat die trend door zal gaan. Want zoals ik ook van tijd tot tijd is horen spreken van een nieuw fenomeen, dat heet Brexit. En gaat Brexit daar niks aan doen als er plots ongeveer 60 miljoen Engelstaligen buiten de Europese Unie vliegen? Zal dat die hele trend, of die zal de cijfers natuurlijk veranderen, maar gaat daar iets aan veranderen? Absoluut niet. De reden waarom Engels zich blijft verspreiden in de jongere Europese bevolking heeft niks te maken met het feit dat
Engels toegelaten wordt op het laatste verdiep van het Berlaymont-gebouw in Brussel. En dat is natuurlijk een fenomeen dat veel diepere oorzaken heeft. En wat ik probeer uit te leggen, en dat is, als u iets, één ding van het boek onthoudt, moet het dat zijn, want dat helpt echt om zowel aan de Vlaamse kant als aan de Franse kant om onze Belgische taalproblematiek te begrijpen. Maar dat is ook van centraal belang voor die verspreiding van het Engels. Wat leidt tot die heel snelle verspreiding van het Engels? Dat is wat ik het Maximin-dynamiek noem. Wat is Maximin-dynamiek? Is het volgende. Jullie hebben dat allemaal meegemaakt. Veronderstel dat jullie daar met zeven Vlamingen zit te babbelen in het Nederlands. En dan komt er een Hongaar binnen. Okay? En je wil hem in het gesprek betrekken. En zijn Hongaars is heel goed. Ook zijn Russisch, niet te slecht. Maar jullie Hongaars en Russisch niet al te goed. Zijn Frans bijna onbestaande. Zijn Nederlands helemaal onbestaande. Ja, wat doen we dan? Iedereen kent iedereen een beetje Engels daarin. Dus jullie zeven Vlaamse kameraden in het Hongaar. Ja, iedereen kan een beetje. Op, switch naar het Engels, onmiddellijk. Ja. Om niemand uit te sluiten of mensen zo weinig mogelijk uit te sluiten. Dus wat men kiest in zo'n gesprek tussen meertaligen, en men vraagt zich niet af wat is de beste taal van de meerderheid, of de moedertaal van de meerderheid, of de taal die het best gekend is in het gemiddelde. Nee, jullie vragen zich spontaan af wat is de taal die het beste gekend is door degene die het minst goed kent. Die taal het mens goed kent. Maximalisering van het minimum. Maximalisering. Dus de minimumkennis moet zo hoog mogelijk zijn. En natuurlijk, wat er gebeurt, nu dat Engels zich steeds meer verspreid heeft, al in Europa, is dat Engels heel vaak de maximintaal is. En hoe leert u uw taal? Niet door lijsten woordenschat te leren en grammatica regels enzovoort. Nee, door die te gebruiken. En wat motiveert u om een taal te leren? Dat ze de mooiste taal van de wereld is of zo? Nee, dat u verwacht dat u die taal zal moeten gebruiken. En dus, hoe groter de probabiliteit is dat men die taal zal gebruiken, hoe sneller men die taal zal leren. En hoe meer men die taal leert, hoe vaker die de maximintaal is en hoe vaker men die taal dan gebruikt. En hoe vaker men die taal gebruikt, hoe meer geïnvesteerd wordt in het leren. En u krijgt dan die virtueuze cirkel, dat men die taal steeds meer leert. En dat is in België aan het gebeuren, dat is in Europa aan het gebeuren, dat is in de hele wereld aan het gebeuren. En het feit Brexit, geen Brexit, of nu het Engels een officiële taal blijft van de Europese Unie of niet, dat zal het wel blijven, maar dat heeft daar weinig mee te doen. Maar vooral na de Brexit is er iets dat heel belangrijk is in onze relatie tot het Engels. Dat is dat we van het Engels moeten durven zeggen, wij Europeanen en wij Belgen in het bijzondere, maar wij Europeanen, wij moeten kunnen zeggen en durven zeggen, sorry, maar Engels is onze taal. De Brexit-mensen die zeggen, give us back our country, wij moeten zeggen, give us back our language. Het Engels is eigenlijk een continentale taal die aan de Britten opgedrongen werd in twee golven, 5e eeuw het Germaans onderdeel en 11e eeuw het Frans onderdeel. Nu hebt u een wishy-washy taal, die een beetje slordig uitgesproken zal worden, en die eigenlijk een menging is van Frans en Nederlands, of Frans en Duits. Eén woord op twee is Frans, één woord op twee is Nederlands. En we moeten zeggen, ja, dat is eigenlijk give us back our language, dat is onze taal. En alsjeblieft, het is daarom dat ik dat daar toon, alsjeblieft geen band meer leggen, zoals dat belachelijke wijze gedaan wordt in een aantal van onze websites, hopelijk niet op die van de KU Leuven, dat die associatie tussen het Engels en de Union Jack, de Britse vlag,
Of Engels, dat is helemaal niet de langue de Shakespeare. Dat is, Engels is voor ons eenvoudig een werktuig om beter met elkaar te kunnen communiceren. We moeten die andere relatie tot het Engels hebben. Dus, het is onze taal, onze Europese taal, en we zullen die blijven spreken met onze fantastisch mooie Vlaamse, Waalse, Italiaanse accenten enzovoort. We moeten niet proberen uit te spreken zoals Theresa May of Donald Trump, dat moet ons ideaal niet zijn, dat moet onze taal zijn. En trouwens, ook in het buitenland, iemand die een verslag schreef voor de British Council, was naar China getrokken en hij was daar heel verwonderd wanneer hij daar in een kleine stad van 3 miljoen inwoners of zo binnen in China, hij zei, ja, jullie zijn daar allemaal Engels aan het leren, maar die leraars, die komen niet van Engeland, die komen van de Universiteit van Leuven in België om Engels te leren. Ah ja, zei de Chinees, we don't want our students to learn English to go and attend Shakespeare plays in Stratford upon Avon. We want to sell machine tools to the Germans. En daarvoor was het Engels van de leerkrachten van de KU Leuven veel beter geschikt dan mensen die vanuit Oxford of Cambridge zouden komen. Wel, dat is de relatie die we tot het Engels moeten hebben. Natuurlijk zijn er Germanisten in de zaal of mensen die de Britse of Amerikaanse literatuur fantastisch vinden. Dat heeft ook een plaats, maar dat is een ander. Dat is een andere relatie tot die taal hier moet. Het Engels een instrument zijn om beter te kunnen communiceren. En ik kom dan terug ook op dat onderscheid tussen ethnos en demos, twee zinnen van volk. En om een demos te kunnen vormen, hebben we wel dat werktuig nodig. We moeten met elkaar kunnen communiceren. Maar die taal speelt dan niet dezelfde rol als in een ethnos. Om een ethnos te vormen, dat is een cultuur in een sterke een volk, met een gemeenschappelijke cultuur in een sterke zin van dat woord. Nu, dat is die relatie tot het Engels. Speelt dat al een rol bij ons? Wel, duidelijk. Zelfs in het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte zie ik dat er daar dingen aan het gebeuren zijn. Ik weet niet of u daar verschillen ziet. U ziet wel een gelijkenis tussen die twee beelden. Daar rechts is het beeld dat nu nog te zien. Ik heb die foto straks ben gaan maken. Dus daar ziet u links het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte met oude spelling voor de hoger. En dan rechts ziet u daar Instituut Supérieur de Filosofie. En ik heb gemerkt dat er nu tasjes zijn. Ik denk dat ik er daarin gekregen heb of zal krijgen. Tasjes waar eigenlijk die ingang van het instituut getekend wordt, heel mooi trouwens, maar er is daar een kleine verandering, een beetje, het is geen echte photoshopping, maar het lijkt er toch een beetje op. Hoger Instituut voor Wijsbegeerte is gemoderniseerd, er is maar één O in hoger, en dan aan de linkerkant is er ook iets gemoderniseerd, dat is nu Instituut of Philosophy Leuven geworden. En een van de manieren waarop natuurlijk die grote verandering in heel Europa, wat talenkennis betreft, een van de manieren waarop dit zich weerspiegelt in ons leven in België, is natuurlijk op universitair niveau. Wat vaak tot moeilijke keuzes leidt, want die hele strijd die hier gebeurd is en die ertoe geleid heeft dat mijn universiteit, de Université catholique de Louvain, verdreven werd tot de andere kant van de taalgrens. Tussen haakjes, een van de meest wijze beslissingen in de geschiedenis van dit land. Maar dat is dan gebeurd omdat de plaats van het Frans op het Instituut Supérieur de Filosofie en andere faculteiten hier een beetje te groot was. En nu is de plaats van het Engels op dit Instituut of Philosophy en andere faculteiten op deze universiteit veel groter, stilaan groter aan het worden dan de plaats van het Frans, niet in het begin van de 19e eeuw of zelfs van de 20e eeuw, maar toch in de jaren 60, wanneer de splitsing
tussen UCR en KU Leuven is gebeurd. Dus is dat wel een moeilijke keuze. Trouwens, met Bart Patijn organiseren we op de Universitaire Stichting in december een ethical forum over, met als titel Towards Anglophone Universities, waar we die vraag stellen. Na Brexit is dat nog een moeilijker probleem geworden, want al de beste, de top-ranking universities van Europa, die vertrekken met de Brexit. Al degenen die in de top 10 zijn en de meeste van degenen die in de top 50 zijn, die zijn aan de overkant van het kanaal en zullen niet meer deel uitmaken van Europa, dus van de Europese Unie. Dus is het wel van het grootste belang dat wij in Europa heel sterke internationale universiteiten bouwen of verder ontwikkelen, om onze eigen Cambridge en onze eigen Oxford te hebben. En dat kan je niet als je niet in het Engels functioneert. Maar dat heeft ook een aantal nadelen en daar zullen we in december over praten. Maar ik zou zeggen, bon, dat is maar, dat verandert dat echt iets aan het functioneren van de Belgische democratie? Misschien en soms op een meer spectaculaire wijze. Goed, een beeld dat u misschien gezien hebt, dat was de dag na de overwinning van België tegen Brazilië. Compagnie had daar pas gescoord en daar hebt u een Vlaming, Alderweireld, een Waal, Azar, een Marokkaan in Luik geboren, een Congolees in Antwerpen geboren, rond Compagnie in Brussel geboren met een Waalse moeder, maar die school gelopen in het Nederlands. Mooi symbool van Brussel en België van de 21ste eeuw. Maar die publiciteit van Proximus in alle kranten in België was volledig in het Engels. We love you Belgium, we do. Eenvoudig genoeg. Er was een kleine variatie, dit was een Nederlandstalige krant, dus was het bedankt, merci, danken. In de Franstalige pers was dat merci, dank u, danken. Maar voor de rest hebben ze zeker wat kunnen economiseren door het maar allemaal in het Engels. Dat gebeurt natuurlijk steeds meer. Is dat belangrijk? Wel, er was een interessant interview van Martinez, de coach van de Belgische nationale ploeg. En die zei, in veel aspecten van uw leven mag u niet neutraal zijn. Maar er is een zin waarin, een dimensie waarin het voor mij ontzettend belangrijk is gebleken neutraal te zijn. Dat is dat de ploeg van het begin tot het einde in het Engels heeft gefunctioneerd. En dat was belangrijk, zei hij ook, om die goede ambiance in de groep te behouden en van het begin tot het einde. Wanneer Martinez op de grote markt is gekomen in Brussel, dus moest hij de eerste spreken daar, dat was het enige officiële deeltje van hem. En hij kwam daar om te zeggen, we are Belgium, allemaal in het Engels. En hoe reageerde het discours daar op de grote markt, de Belgische nationale ploeg, in het Engels. En hoe reageerden de mensen op de grote markt? Draaiden ze naar elkaar, dus ik, qu'est-ce qu'il dit, wat zegt hij? Nee, het begon allemaal te zeggen, Belgium, en dat was. Bon, er is daar iets aan het veranderen. Is dat oppervlakkig? Is dat, bon. En wat, Bart heeft dat al straks al vermeld, hetzelfde gebeurt in heel verschillende, heel andere cirkels. Dus met Paul de Grauwe zijn we dat initiatief begonnen, dus Rebel. En eigenlijk steunt mijn boek grotendeels op een aantal dingen die ik daar binnen dat kader heb geleerd. Dus we zijn dat 10 jaar geleden begonnen. En vanaf het begin hebben we besloten in het Engels te functioneren. Zowel voor de e-books, er zijn er een paar ook naar het Nederlands en Frans vertaald, maar al de public events zijn in het Engels. We hebben dat gedaan om pragmatische redenen. 1, als we niet alleen door oudere juristen begrepen wilden worden, maar ook door jonge economen,
was het belangrijk in het Engels te functioneren en niet in chacun sa langue, waar de Vlamingen snel beseffen dat er niet naar hen geluisterd wordt wanneer ze in hun eigen taal spreken, niet naar hen geluisterd wordt door de Franstaligen. Dus één. Reden nummer twee is dat we van tijd tot tijd eens buitenlandse collega's hebben. Een interessante sessie gehad over Catalonië bijvoorbeeld. Waar Catalanen konden dan in het Engels functioneren, maar ze hadden niet kunnen volgen als we het in chacun salon hadden gedaan hier. En drie, omdat we ook die internationale gemeenschap die in Brussel aanwezig is, ook bij deze discussies willen betrekken. En dat is allemaal pragmatisch, maar wat dan opgevallen is, wat we eigenlijk niet verwachten, is dan het verschil dat het gebruik van het Engels maakt voor het atmosfeer, voor de relaties tijdens die vergaderingen. Want we zijn daar allemaal min of meer aan stotteren in een taal die niet onze beste is, maar daar tonen we dat we echt een inspanning maken om beter begrepen te worden door mensen die niet dezelfde moedertaal als wij hebben. Als chacun sa langue, daar lijken we allemaal in de eerste plaats voor onze eigen achterban te spreken. En een beetje voor ons eigen plezier ook, hè, omdat we dan mooiere zinnen maken enzovoort. Maar, en dus het feit dat we allemaal die inspanning maken, creëert echt een andere atmosfeer. En dat is natuurlijk mogelijk wanneer er de launch event is geweest over dit boek op de Académie Royale, waar een aantal politici, al discussanten, onder andere Hervé Asquin en Myriam Almassi. En Hervé Asquin was heel kwaad omdat Ivan de Vadder en Béatrice Delvaux begonnen waren door hen een vraag in het Engels te stellen. En hij zei, je suis pas ici pour faire du théâtre, hein, on peut bien s'exprimer, on peut faire la politique que dans sa langue maternelle. Hein. Alleen in je moedertaal kan je aan politiek doen, want het is alleen in je moedertaal qu'on peut exprimer toutes les nuances de sa pensée. Hein, al dat ding. En dan zei Myriam Almassi, mijn moedertaal is Turks, meneer Asquin, mijn moedertaal is Turks. Hein. Goed, dus wat ik daarmee wil zeggen is dat met het voorbeeld van Rebel, waar we inderdaad over politieke zaken praten, ook met deelname van Bart Maddens, collega van Bart Maddens van de KU Leuven, senatoren van de N-VA, rattachisten, dat heeft dus, maar iedereen wordt verondersteld die inspanning te maken en daardoor creëer je echt een andere relatie. Dus wat ik, en ik zal stilaan nu afronden, dus in mijn visie over de toekomst van België, en dus binnen in mijn utopie, waar ik in geloof, is helemaal niet dat we een natie zullen vormen zoals Frankrijk of Nederland een natie kunnen vormen. Maar we hebben wel een sterkere demos nodig. We moeten beter functioneren, betere dialoog over de taalgrens heen. En dat kan. Dat kan onder meer, niet alleen, omwille van het feit dat we steeds beter zullen kunnen, met elkaar zullen kunnen praten, op een chaotische wijze, informele wijze, en dat hoeft helemaal niet zo in het parlement te zijn, het parlement heeft genoeg middelen om simultane vertaling te hebben enzovoort, maar informeel, inclusief in de gangen van het parlement, zal dat meer en meer gebeuren tussen de jongere generatie dat in het Engels gecommuniceerd wordt. En we moeten dat absoluut niet beschouwen als een verraad van een Belgique de papa dat nooit bestaan heeft, maar eerder als een gedrag van pionieren van het België van morgen, het België van de 21ste eeuw en het Europa van morgen. Alleen in Brussel moet Engels volgens mij ook een officieel statuut krijgen, maar niet op federaal niveau. Dat is niet, en daar over de andere aspecten zal ik heel kort zijn, dat is niet het enige dat gedaan moet worden om een Belgische demos voor de 21ste eeuw te krijgen. Er zijn twee andere belangrijke aspecten. Eén waar we al lang mee, al een tiental jaren ook, zelfs een beetje meer mee bezig zijn, met academici van alle universiteiten van dit land. En dat is dat we absoluut op, we zijn trouwens
voorstanders ook van dat voorstel in de zaal en dat we absoluut een federale kiesring moeten invoeren voor een deel, 10% in ons voorstel, van de zetels van de Kamer. Zodat al degenen die deel willen uitmaken van de federale regering echt een discours moeten houden en ook dus gaan vertellen wat ze gedaan hebben en het proberen te verantwoorden voor de hele bevolking waarvoor ze in de regering zitten. En dat is eigenlijk gezond verstand, maar dat gebeurt nu niet omwille als gevolg van de splitsing van de partijen na de Leuvenzaak in de jaren 70, einde van de jaren 60 en de jaren 70. En die partijen gaan niet terug unitaire partijen vormen, dat geeft niet, maar er moet wel een federale kieskring gebeuren, niet om sommige partijen te verzwakken en zo. Het is helemaal onvoorspelbaar welke partij verzwakt of versterkt zouden worden. Dat zal afhangen van hoe ze zich gedragen, wanneer ze hun beleid moeten rechtvaardigen voor het hele land, zoals trouwens alle ministers in de federale regering het voortdurend moeten doen. Dat is een tweede element. En dan een derde element is wat de Senaat betreft. Ik ben een voorstander van een Senaat zonder senatoren. Meneer de senator, een goed idee. En wat ik daarmee bedoel, van de manier waarop... er zijn verschillende bronnen van inspiratie, maar één daarvan is... om terug te komen op dat idee van een volk. Ik heb eens een lang gesprek gehad, jaren terug, met de toen presidenten van de Helvetische Federatie van Zwitserland, Michelin Calmiret toen. En dat was wanneer we al 300 dagen in de crisis zaten, dus wanneer het 540 dagen heeft geduurd. En ze had mij uitgenodigd om over iets anders te spreken. Er waren dan wat sandwichjes en wanneer het bijna gedaan was, zei ze, ik commence à va chez vous. Hein? Bon, we waren al 300 dagen in de crisis, ça n'allait pas trop bien. Hein? Coussi, coussa. En dan hebben we nog 2 uur discussie gehad, ook met haar staf, over de vraag, ja, wat is eigenlijk het verschil tussen Zwitserland en België? Want in Zwitserland zitten ze ook met het probleem van John Stuart Mill. Volgens haar waren er 3 grote verschillen. Eén zei ze, on est à 26 et pas à 2. C'est beaucoup plus facile. Hein? We zitten daar met 26 kantonnen en dus is de vijand niet altijd dezelfde. Hein? Dus dat kan veranderen. Bon, dat is één. Twee, zei ze, we hebben nationale partijen. Hein? En dat helpt natuurlijk, omdat je dan een solidariteit binnen elke partij... Daarvoor heb ik die oplossing, of gedeeltelijke oplossing van de federale kieskring. Maar dan het derde aspect was voor mij het meest verwonderlijke. En ze zei, qu'est-ce qui fait que nous les Suisses ons considèrent comme un peuple? Wat maakt van ons een volk? En dat is, zei ze, vooral het feit dat we 4 keer per jaar op hetzelfde moment over dezelfde kwesties aan het praten zijn. In alle kantonnen, in alle talen van het land, op het platteland, in de steden, omwille van de directe democratie. Directe democratie is voor mij absoluut niet het ideaal van de democratie. Het ideaal van de democratie dat is een deliberatieve democratie waar discussie gebeurt, niet alleen maar je gaat over stemmen enzovoort. En dus, mijn voorstel voor de Senaat is de volgende. Die senatoren die hebben niet meer zoveel te doen sinds de... laat ons de senatoren afschaffen, maar we behouden de zaal en we behouden de staf, het personeel. Varianten van wat David van Rijbroek voorstelt, door lotering krijgen we een aantal burgers, niet te veel, laat ons zeggen 100 burgers, die dan een mandaat krijgen van de Kamer om over sommige thema's voorstellen te maken. Ze krijgen een mandaat voor 6 maanden, bijvoorbeeld over energiebeleid. Vooral over thema's die over het lang termijn gaan. Want een van de grote drama's van onze electorale democratieën is dat
het alleen maar een dictatuur van de huidige generatie is. Dat er te veel nagedacht wordt over de toekomst. Dus we krijgen een mandaat, denk over wat er gedaan zou moeten worden in het belang van het langtermijn. Ze maken dan voorstellen. Die voorstellen, dus na een deadline van 6 maanden of zo, die voorstellen gaan dan naar de Kamer. Als de meerderheid in de Kamer die voorstellen aanvaardt, dan gaat het wetgevend proces verder zoals gewoonlijk. Als de Kamer dat niet aanvaardt, dan gebeurt een referendum. Dus maar een referendum dat dan voorbereid zal zijn door die discussie binnen de Senaat en dan die discussie tussen de meerderheid in de Kamer en de Senaat. Bon, en er zijn verschillende andere varianten van dat idee, maar ik vind dat we een soort verfrissing van onze democratie nodig hebben en dat is een van die manieren. En het idee van die loting is niet dat we dan een echte representatieve steekproef zou hebben van de Belgische bevolking die echt de wil van de Belgen zou uitdrukken, absoluut niet. Het is alleen maar dat we dan een plaats zou hebben waar met de hulp van experts, van verkozen enzovoort, nagedacht wordt, geargumenteerd wordt, zonder de druk van verkiezingen en zonder dat er een partijlijn bestaat die men moet volgen enzovoort. En ook met meer diversiteit dan wat men gewoonlijk vindt in, tussen de verkozenen. Goed, dat zijn dus 3 voorstellen, dus grotere rol voor het Engels, zonder illusies, zonder complexen, maar we zitten echt in een totaal andere taalsituatie nu van degene, vooral de jongeren tussen jullie, we hebben dat straks gezien, dan degene waarin we waren 50 jaar geleden, of zelfs 20 jaar geleden, zelfs 10 jaar geleden. We moeten dat gebruiken als een gelegenheid. 1, 2, we hebben een federale kiesring nodig, gezond verstand, degene die over het heel gebied van België willen regeren, moeten uitleggen wat ze willen en dan ook beloond kunnen worden of gestraft kunnen worden op het niveau van de hele bevolking. En 3, laat ons aan een debat, een discussie voor de hele bevolking aanmoedigen, vooral voor dingen die van groot belang zijn voor het lang termijn. Ik zal niks zeggen over de andere aspecten die dan besproken worden in het boek. Ik ben een voorstel van een vernieuwde, simpelere, eenvoudigere federatie van 4 gewesten, dat we tot een verdamping van de gemeenschappen gaan, maar wel dat we instellingen, we hebben wel instellingen nodig om goede synergieën te hebben tussen de gewesten. Wat financiering van de deelstaten van de gewesten stel ik een cappuccino-model voor. Heel kort uitgedrukt, de federale staat moet de koffie van onder in het kopje schenken en al de room en de cacao en al de rest daarboven, al het meer spectaculaire, dat mogen de gewesten doen volgens hun eigen voorkeuren, maar ook met hun eigen centen. Model is bedoeld om op een eenvoudige, begrijpelijke wijze solidariteit en verantwoordelijkheid te verzoenen. En laatste hoofdstuk gaat over Brussel. De titel in de Vlaamse versie, in de Nederlandstalige versie, is geïnspireerd door een debat, door een interview met huidige vicepremier Jan Bon. Die, voordat hij vicepremier werd, journalist van de Morgen, vroeg hem: meneer Jan Bon, u bent een voorstander van de autonomie van Vlaanderen, dus waarschijnlijk ook voor de autonomie van Brussel. Nee, zegt hij, want Brussel, dat is geen volk. Dat is geen volk. Terug naar... Ah. En wat is een volk dan? Ja, een volk, dat zijn mensen die besluiten hun lot samen in handen te nemen. Ja. En Brusselaars, die kunnen dat niet, dat is geen volk, het is een versnippering van alles en nog wat. Bon, dat zijn de Brusselaars. Goed. En hij heeft een beetje gelijk natuurlijk. En, Jules Destree, leider van de Waalse beweging, 100 jaar geleden, zei al een beetje hetzelfde wanneer hij zei: bon, les Bruxellois, vraiment une espèce pas intéressante. Hij zei: die combine les défauts des deux races sans en avoir les qualités. De twee. Goed, en hij zei, c'est pas un peuple, het is geen volk, c'est un agglomérat de métis. Bon, ook niet. Jan Bon, Destree, même combat. Dus
Ja, en ik denk, en ze hebben natuurlijk alle twee gelijk. Hè? De bevolking van Brussel, dat is nu 1/3 niet-Belgen, 1/3 Belgen van recente buitenlandse afkomst. Maar de uitdaging daar, dat is van Brussel een peuple de métis te maken, hè? Niet alleen een agglomerat métis, en een volk van alles nog, en nog wat, niet een, alleen een versnippering van alles en nog wat. Bon, dat is niet gemakkelijk, hè? Maar het is ook, hè, dat het, en ik kom terug, wat ik helemaal in het begin zei, hè, maar een volk, het volk dat we nodig hebben, ook in Brussel, maar in België, dat is een demos, niet een etnos. We zullen nooit een Brusselse etnos hebben, en nog minder dan een Belgische etnos, maar dat hebben we ook niet nodig. En een utopie voor de 21ste eeuw, dat is een utopie die daar rekening mee houdt. Een utopie voor de 20ste eeuw, dat is nog een utopie, of de 19e eeuw, dat is een utopie die denkt, ja, een democratie die kan alleen functioneren wanneer je homogene volkeren hebt. En dan wanneer je dat niet helemaal hebt, want migratie, dan moeten die mensen zo vlug mogelijk assimileren. Dat is een utopie voor de 20ste eeuw, voor het verleden. Maar voor de huidige eeuw hebben we iets anders nodig. Dat is niet gemakkelijk. We kunnen natuurlijk niet met de oudere recepten die problemen regelen. En ik eindig eenvoudig dan met een woordje in de stad van de utopie, waar ik begin ook door te vermelden dat dat woord utopie, dat overal in de wereld wordt gebruikt, eigenlijk hierin werd uitgevonden. Dus wanneer Thomas More geblokkeerd was in Brugge, omdat er toen al heel moeizame onderhandelingen in gang waren tussen Brussel en Londen. En dan heeft hij dat woord uitgevonden. En ik gebruik dat woord natuurlijk in de ondertitel als een reuzennaam. We hebben absoluut utopieën nodig. Utopieën, dat zijn geen vage dromen, dat zijn beelden van een betere toekomst, die wel op een multidisciplinaire wijze bespreken moeten worden. En die tegelijkertijd iets beschrijven dat wenselijk is, beter dan nu, en duurzaam. Wanneer we daar geraken, is dat iets dat zal kunnen blijven werken. En je moet daar eerst goed over nadenken. En wanneer je dat hebt, dan heb je niet alleen een richting voor de stappen die je nu moet maken, maar je hebt ook daardoor de kracht om vooruit te geraken. En dat geldt natuurlijk ook voor degenen die nu nog utopieën voor de 20ste eeuw verdedigen. Dat geeft ook aan hen de kracht om onder andere stemmen te winnen. En voor mij is dit van het grootste belang. Mijn proloog van het boek, in het Nederlands is de kracht van de utopie, in het Frans klinkt het beter, het is l'utopie fait la force. L'utopie. Niet l'union fait la force, maar l'utopie fait la force. Wel, ik geloof daar recht in. We hebben die utopieën nodig, maar we hebben veel mensen nodig om goed over die utopieën na te denken, want die utopieën die kunnen ook misgaan en dan samenwerken om onze maatschappijen beter te maken en om ons land beter te gaan. Nu uit liefde voor een unitair België van bon papa, maar dat is helemaal niet mijn stijl, niet. Maar om ons stukje aarde beter te maken voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, enzovoort, enzovoort. Dus rendez-vous voor de lessen van de 22e eeuw om te zien of dat allemaal verwezenlijkt is.